De Kubus is weer in beweging en dit keer gaat hij niet super sloom door de map. Dit seizoen heeft hij een snellere manier gevonden, namelijk dit keer gaat hij door de map vliegen. Yo mensen, en leuk jullie kijken naar een nieuwe Fortnite video. We dachten eerst dat deze Kubus was samengesmolten met Loot Lake. We hebben deze Kubus eigenlijk best wel onderschat, want hij is in seizoen 6 terug. De Kubus is nu krachtiger dan ooit. Hij vliegt nu door de map en wat is nou zijn doel? Daar ga ik het later over hebben. Ook wil ik het even kort hebben over de nieuwe mysterieuze skin van seizoen 6, wat dus de Hunting Party heet. Ook was de vraag, komt de Skull Trooper terug en ga ik even nog wat kleine dingetjes erbij pakken. Dus gewoon weer een hele interessante video over Fortnite. Wat vind jij van seizoen 6? Ben jij gehyped? Laat dat zeker even weten in de poll rechtsbovenin. Het i'tje dus. Eerst ga ik deze video even heel kort onderbreken. Even heel snel. Ik geef namelijk 3 keer 10 euro PlayStation codes weg. Ga zeker even naar Instagram en check mijn laatste post. Heb jij nog geen PlayStation 4? Kan je natuurlijk altijd winnen voor een vriend die misschien wel een PlayStation 4 heeft. Want 10 euro op je PlayStation is altijd super chill. Om bijvoorbeeld 1000 V-Bucks te kopen of het aan een ander spel uit te geven. Of misschien wel een spel ervan te kopen. Ga zo maar door. Mochten jullie dit hele giveaway een super leuk idee vinden en hype jullie dit lekker op. Lekker veel likes, lekker veel reacties. Dan ga ik dit zeker vaker doen. Dus zeker even naar Instagram kijken. Heb je Instagram? Doe lekker mee. En dan zie ik jou misschien wel bij de giveaway. Laat ik het dan nu even hebben over de Kubus in de Fortnite map. In de file zijn namelijk dingen gevonden dat de Kubus steeds groter en groter wordt. Andere YouTubers, veel internationale YouTubers hebben het gehad over dat de Kubus dus langzaam naar Salty Springs gaat vliegen. Maar zoals we kunnen zien in de leaks gaat dus de Kubus groter en groter worden. En ik denk dat er dus een verband zit met de runes. Daar ga ik het later over hebben. Nu is ook een beetje de vraag, kunnen we deze leak voor vertrouwen? Gaat dus de Kubus groter en groter worden? Ja, want deze leaker heeft al eerder geleakt dat dus de Kubus 7 runes op de map heeft gebrand. Wat uiteindelijk is gebeurd. Dus dit kunnen we gaan vertrouwen. Dus wat kunnen we gaan verwachten? De Kubus wordt steeds groter en groter. Daar ga ik het dus later meer over vertellen. Oh ja, en als je trouwens denkt, Pelle, wat is dat gekke ding in de achtergrond, dat zwarte doek? Daar kan ik helaas nog niet heel veel over vertellen. Kijk je mijn livestreams, dan weet je het misschien al. Maar ik kan wel alvast 15 seconden van die video laten zien. Dus ja, het zwarte doek heeft een doel. Binnenkort gaat er een video van komen. Als maandag de video wordt goedgekeurd, komt die zo snel mogelijk online. Wat gaat het worden? Voordat ik dus over de Kubus ga vertellen, wil ik even een klein dingetje erbij halen. En dat is namelijk de Skull Trooper. Komt de Skull Trooper terug, ja of nee? Dit is namelijk iets wat ik al in seizoen 5 wou vertellen. Het is me alleen niet gelukt, dus daarom ga ik nu het momentje ervoor pakken. Komt de Skull Trooper terug? En dat antwoord is 95%. Ja, 5% mist omdat ik nog dat laatste antwoord, die laatste tweet van yo mensen, Skull Trooper komt terug van Fortnite, dus van Epic Games. Die bevestiging is er niet. Maar er zijn ongelooflijk veel hints. Nou ja, ongelooflijk veel hints. Hele grote hints. We hebben dus seizoen 6 trailer, daar zit de Skull Trooper in. En ook is er dus een icon dus in de Battle Pass van seizoen 6 gevonden. Super gaaf. Ik bedoel, dit is een skin die iedereen wilt hebben, wilt kopen. Dat is al een reden voor Fortnite om hem natuurlijk terug te brengen. En je doet zo'n skin niet in seizoen 6 trailer. Zo van, yo, dit is de Skull Trooper. Hij komt nooit meer terug. Dit is de laatste keer dat jullie hem zien. Je kan hem nooit krijgen. Ik bedoel, ze laten hem zien in de seizoen 6 trailer. Dus je kan hem ook echt wel krijgen ergens in Halloween. En Fortnite vindt het natuurlijk ook altijd leuk om kleine hints te geven. En daarom dus dat icoontje die je dus kan vinden in de Battle Pass van seizoen 6. Dat is dus een Skull Trooper. En dat is alvast dan gewoon een hint van, yo, de Skull Trooper komt eraan. En wilt natuurlijk alles op gaan hypen, zodat jij de Skull Trooper gaat kopen. Niet zo van, yo, de Skull Trooper komt nu random in de shop, want dan koopt niemand hem. Ze willen natuurlijk ophypen. En dat hebben ze goed gedaan met de seizoen 6 trailer. Dan wil ik het ook even over een andere skin hebben, wat wel best wel interessant is. En dat is namelijk de mysterieuze skin van seizoen 6. Dit is al de derde mysterieuze skin die we kunnen vrijspelen. We hebben natuurlijk in seizoen 4 de eerste mysterieuze skin gehad. Dat was de Visitor. En in seizoen 5 hadden we natuurlijk de Enforcer. Nu krijgen we weer een nieuwe mysterieuze skin die je gratis kan vrijspelen. Als je de Battle Pass hebt gekocht en alle challenges van 1 tot en met 7 hebt gehaald. Als we kijken naar het silhouet van deze mysterieuze skin van seizoen 6, is hij eigenlijk best wel gestroomlijnd. Eigenlijk elke skin van seizoen 6 is best wel gedetailleerd. En als je kijkt naar deze gestroomlijnde skin, hoort dat eigenlijk er niet bij. En dat past precies in de verhaallijn. Nu is een beetje de vraag, wat voor rol gaat deze nieuwe mysterieuze skin krijgen? Om daar een beetje achter te komen,
moeten we eerst kijken naar de vorige seizoenen. In seizoen 6, de challenges, de loading screens die je kan vrijspelen, heette dus de Hunting Party. Dit heeft te maken met de lama skin, dus de basic skin, met dus de lama als pakje. Daar wordt dus op gejaagd door de wolven. Daarom heet deze hele seizoending dus Hunting Party. In seizoen 5 hadden we natuurlijk de roadtrip. Dit kwam omdat natuurlijk de drift van onze wereld naar de Fortnite map kwam. En daar met zijn nieuwe vrienden een roadtrip ging maken in de Fortnite map. En een roadtrip is gewoon dat je de map gaat verkennen. Je hebt ook de Europa trip. Dat je dus van Amsterdam naar Parijs naar Duitsland. Dat je gewoon Europa gaat ontdekken. Alleen dan dit keer in Fortnite. En in seizoen 4 hadden we natuurlijk de eerste mysterieuze skin. En dat was de Visitor. En die zat in de Blockbuster loading screens. En Blockbuster is niet de naam van de skin. Blockbuster staat eigenlijk voor een goede film die veel geld gaat opleveren. Van wow, dit wordt echt een hele goede Blockbuster film. En veel mensen denken nog steeds dat The Visitor Blockbuster heet. Maar heet The Visitor in de Blockbuster loading screens. Als jij nou een echte Fortnite fan bent, is het best wel interessant om deze skins in de gaten te houden. Dus dan heb ik het over The Visitor, de Enforcer en de nieuwe naam die we dus nog niet kennen van de mysterieuze skin van seizoen 6. Want deze skins krijgen een verhaallijn en die verhaallijn heeft weer impact op de Fortnite map. Kijk bijvoorbeeld naar de Visitor. Die heeft die hele raket klaargemaakt en die is alle rifts gestart en het hele live event gestart. Dus daarom is het best wel interessant om deze skins te volgen, om te kijken wat ze gaan doen. Want daarom kunnen er live events gaan komen. Dit was bijvoorbeeld wel heel erg jammer in seizoen 5, want daar kregen we de Enforcer in seizoen 7. Een best wel gave skin. Alleen de hele verhaallijn die we bij hem kregen is dat hun het motelbord hebben teruggebracht. En de tekst eronder dat ze dus balance en order moeten herstellen. Dus balans en order moeten ze herstellen. Wat weer slaat op de rifts. Wat de Visitor kapot heeft gemaakt. Klinkt allemaal een beetje lastig, maar de Visitor heeft de rifts kapot gemaakt. En daarom moeten de Enforcers dat weer maken. Helaas is daar geen live event voor gekomen. Maar misschien gaat dat dus nu wel gebeuren met de nieuwe mysterieuze skin van dit seizoen. Het zou gewoon heel erg leuk zijn dat Fortnite dus live events, updates en dus daar een skin aan koppelt. Wat ze dus bij seizoen 4 deden. Dit seizoen ook weer doen. En daar lijkt het nu eindelijk gelukkig wel. Want we gaan nu door naar de kubus die heel veel dingen gaat doen in seizoen 6. In deze video zei ik dus al eerder dat dus de kubus groter en groter gaat worden. Dit kunnen we dus zien in de files. Hij wordt groter, er komen weer lasers, dus sommige van lightning, bliksem. Wordt hij groter, er gaan best wel wat dingen gebeuren. Waar het nu namelijk op lijkt is dat de kubus nu langzaam naar rune 7 gaat. Ik denk zelf dat rune 8 onder Loot Lake is, dus onder dat eiland. En dat hij dus nu gaat naar rune 7, dan naar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super groot event. Dat denk ik dat er gaat gebeuren. Maar hoe zou dat er dan uitzien als er zo'n eiland boven dus zo'n rune hangt? Dit is rune 7. Maar laten we nu even rune 4 bijvoorbeeld erbij pakken bij Risky Reels. En zo gaat het er dan dus uitzien. Dus een soort van orkaan met een eiland van Loot Lake. Bij Rito Row, met de kubus, die weer wat gaat doen. Dit ziet er super ziek uit. Ik bedoel, vergelijk dit plaatje dan met de kubus die dus langzaam kantelt in seizoen 5. Dan de runebrand, anti-zwaartekrachtsveld en dat over. Dit ziet er wel even veel spectaculairder uit. Het hele idee is dus dat de kubus dus groter en groter gaat worden. Dus dat hij dus naar een rune gaat, bijvoorbeeld rune 7. En dat hij daar iets van energie opneemt, of dat hij dan valt en dan de energie ervan opneemt en weer opstijgt, verder gaat. Dat weten we nog niet, maar wat we wel zien is dus dat de kubus steeds groter wordt. Althans, dat zeggen de leakers. Maar het chillen van dit hele ding is dus dat je super chill kan bewegen in een Fortnite map. Stel je landt in Rito Row en je wilt bijvoorbeeld naar het woestijngebied, kan je dus naar die rune toe waar dus de ding is. En dan kan je dus weer vliegen in de lucht en dan kan je gewoon weer lekker door de lucht vliegen naar bijvoorbeeld Paradise Palms. Het is gewoon prima, dit is gewoon top. Top update. Als dit er gaat komen ben ik echt hype voor seizoen 6. Want jongens, even mijn eerlijke mening over deze cube. Fortnite doet er wat spectaculairs mee. Laat hem exploderen. Doe er gewoon, I don't know, doe er iets spectaculairs mee. Wat we in seizoen 5 zagen, moet je niet meer doen. Dan ga ik Call of Duty spelen. Ik bedoel, dat er iets spectaculairs gaat gebeuren in seizoen 6, dat moet wel gebeuren. Ik bedoel, wij krijgen sowieso Halloween. We hebben dus een cube wat in een eiland zit en wat door de map heen gaat vliegen. En er zijn ook al wat leaks die wat interessants vertellen, jongens. Laat ik even de leaks erbij pakken, de extra leaks. Dit is dus de hele orkaan die dus onder dit vliegende eiland zit. En het lijkt er dus op dat die rood gaat worden. Dit, of rood-paars, wat dus weer te maken zou hebben met de runes. Dus hoe meer runes, hoe meer kracht, hoe paarser dus die hele orkaan onder Loot Lake gaat worden. Dus onder het Loot Lake eiland. Dan is ook nog dit gevonden. Dit is zeg maar het platform
wat dus onder elke rune zit. Je ziet ook, zeg maar, als je naar zo'n rune gaat, zie je een soort van lijntje eromheen. Het lijkt er alsof dat deze rune dus omhoog gaat, dus omhoog wordt gezogen. En dat er dan dus een soort van gat overblijft. In ieder geval, het is een apart deel van de hele Fortnite map. Dus het zal eruit kunnen gaan of kunnen verdwijnen. Dat zien we dus ook terug als dus dat stukje dus eruit is. Dan hou je dus een gat over. En dit gat kun je dus ook zien bij Wailing Woods. Daar is dan deze leak over. Dit is dus dat gat wat je dus onder Loot Lake kan vinden. Dus het is een apart deel. Dus elke rune zit op een soort van klein eilandje. Wat misschien wel om het ding heen gaat. We hebben dus het grote eiland. En om dat grote eiland kunnen dus die runes eromheen gaan vliegen. Omdat het aparte eilandjes zijn. Nou, nu wordt het interessant, hè. En hier zien we dus van een ander perspectief. En dan zien we dus daar inderdaad dat het dus een gat is. Mijn eindconclusie. Wat gaat er gebeuren met de runes? Wat gaat er gebeuren met het hele ding? Lastig te vertellen. Maar ik denk dus dat dit hele eiland, zeg maar, langs elke rune gaat. Die rune meeneemt, zeg maar, in de lucht. Dat die dus langzaam om dat ding helemaal heen gaat bewegen in principe. En voor de rest kom ik er ook gewoon niet uit. Het is lastig en dit is de enige leak die ik tot nu toe heb. Heb je nou een superleuke theorie? Vergeet dan zeker niet even te reageren. Je kan ook zeker even liken en subscriben. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Later.